Een winkel openen midden in de lockdown. Stijn doet dat gewoon en de zaken lopen goed. Afgelopen donderdag ben ik voor het eerst open gegaan. Vanaf 10 uur waren de deuren open, toen had ik ook voor het eerst verse bloemen. Heb je getwijfeld aan het overnemen van de zaak in verband met de coronaperiode? Nee, aan de coronaperiode heb ik niet getwijfeld. Want mensen willen altijd bloemen en mensen willen het altijd gezellig maken thuis. Wel heb ik getwijfeld of het echt de stap was dat ik hier een eigen winkel zou willen krijgen. Maar ja, ik had er eigenlijk alleen maar zin in en ik kreeg er heel veel energie van. En ik had echt zin om hier iets heel fleurigs neer te gaan zetten. 20 jaar lang heeft de bloembinderij in het pand gezeten. Oud-eigenaresse Carina Hekkers heeft het stokje overgedragen aan Stijn. Ja, ik was op vakantie en Carina had een berichtje op Facebook geplaatst van: zou iemand mijn winkel over willen nemen na 27 november? En ik kreeg van allemaal vrienden een appje van: oh, dit is echt iets voor jou, dat moet je doen. En toen heb ik Carina eigenlijk gelijk gemaild. En toen ik terugkwam van vakantie, eigenlijk gelijk met Carina in gesprek geweest. En merk je toevallig dat je heel veel klanten over hebt genomen van de vorige eigenaresse? Ja, vooral de buurt komt massaal hier naartoe om te zeggen welkom in de buurt en dat de winkel zo mooi is geworden. Dus de buurt die komt vooral en dat waren voorheen ook al de klanten van Carina. Toch zijn er ook wel veel nieuwe klanten gekomen, ook wat verder uit de buurt hier. En ja, die zijn ook super blij dat ik een winkel heb. Ik merk echt dat mensen toe zijn aan fleurigheid, vooral thuis. Ze willen het thuis echt gezellig maken, dus ze zijn echt toe aan buitenplanten, voorjaarsbolletjes, mooie vrolijke bloemen. Dus mensen willen het echt leuk gaan maken thuis.